Meneer Krol, ik wil toch daar iets over zeggen. U heeft een filmpje, heb ik gehoord, de wereld ingestuurd, waarin u zegt dat de Kamer 5 weken met vakantie gaat. Dat is niet het geval. Het is al meer dan 100 jaar gebruikelijk dat het parlement tijdens de verkiezingen gewoon 3 weken verkiezingsreces neemt, zodat de verkiezingen worden voorbereid, campagne wordt gevoerd en mensen gewoon weten waar ze op kunnen stemmen. Dat is één en het valt samen met schoolvakanties. Maar er wordt gewoon gewerkt, debatten vinden plaats, gewoon over corona vinden debatten plaats. Dus ik vind het eigenlijk ook schadelijk voor het aanzien van de Kamer dat dit soort filmpjes en de indruk wordt gewekt dat wij 5 weken met vakantie gaan. Dat is niet het geval. Ook voor de medewerkers vind ik het niet terecht. En daar wil ik het bij houden. Dank u wel.